Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit. Iedereen heeft kunnen zien hoe alle coronacijfers de laatste weken in snel tempo de goede kant op gingen. Hoe het aantal besmettingen hard daalde en vooral hoe de druk op de zorg flink is afgenomen. En gelukkig maar, want dat geeft ruimte voor alle uitgestelde operaties en hopelijk ook wat rust voor al die mensen in de zorg die heel moe zijn. Na meer dan een jaar topprestaties leveren. Onze belangrijkste boodschap vanavond is dat we ook de volgende stap uit het openingsplan, stap 4, een paar dagen eerder durven te zetten en dat er zelfs meer kan dan we eerder dachten. Kijkend naar de cijfers en naar het laatste advies van het Outbreak Management Team is dat verantwoord. En zoals we steeds hebben gezegd, we doen wat kan op het moment dat het kan. Ik zal zo concreet maken wat die volgende stap inhoudt. Ook voor een paar specifieke sectoren en met enkele bijzonderheden. Daarna zal Hugo de Jonge u schetsen hoe we naar de komende maanden kijken. In de wetenschap dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn of het virus hebben gehad en daardoor beschermd zijn. Dus hoe loopt het met vaccineren? Hoe zit het met de zomervakantie? En hoe kijken we naar de periode daarna? Maar nu eerst de situatie vanaf zaterdag 26 juni. Vanaf die dag is de anderhalve meter de centrale maatregel. De anderhalve meter afstand is vanaf die datum de centrale maatregel. Ondersteund door de bekende andere basismaatregelen. Want natuurlijk blijven we ook onze handen zo vaak mogelijk wassen en blijven we thuis bij klachten en laten ons testen. U kent het mantra. Wassen, afstand en testen. Zo kan Nederland op anderhalve meter voorzichtig weer open. Vanaf zaterdag 26 juni zijn er eigenlijk nog maar 3 situaties mogelijk. Ik noem ze eerst en zal wat uitgebreider stilstaan bij elk van die 3. 1. Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Zonder beperking in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen en buiten, en vooral ook zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes. 2. Daar waar de anderhalve meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden. 3. Iets organiseren of openstellen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen, kan voorlopig alleen onder voorwaarden. Net als nu. Wat betekent dat allemaal concreet? 1. Alles wat op anderhalve meter kan, mag vanaf zaterdag 26 juni weer. Dus thuis gasten ontvangen, samen voetballen kijken of met vrienden in het park afspreken, kan vanaf zaterdag de 26e op anderhalve meter zonder verdere restricties. Voor het werk op kantoor en op andere werkplekken wordt anderhalve meter ook de norm. Met dien verstande dat we maximaal 50% van onze werktijd op kantoor zijn. In de praktijk zal dat overigens vaak minder zijn, omdat dat met anderhalve meter niet haalbaar is. Veel bedrijven en organisaties zijn natuurlijk al lang bezig om die nieuwe manier van werken, deels thuis, deels op locatie, ook voor de periode na corona goed te organiseren. Café- en restauranteigenaren mogen hun zaak vanaf zaterdag 26 juni vullen op anderhalve meter. En op de terrassen buiten blijft het natuurlijk mogelijk die regel los te laten door kuchschermen te plaatsen. TV-schermen in de horeca mogen vanaf dat moment ook weer. En natuurlijk hopen we op een oranje finale. Ook theaters, concertzalen en bioscopen mogen vanaf zaterdag 26 juni op anderhalve meter
zoveel mensen plaatsen als ze kunnen. Wel blijven in de horeca, de culturele sector en overal waar mensen zitten, een checkgesprek, registratie en een vaste zitplaats verplicht. Voor alle locaties waar mensen door elkaar heen lopen, dus alle doorstroomlocaties zoals pretparken, kermissen, winkels en musea, komt er één heldere norm van maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter. Dit om ook daar de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Tot slot is publiek bij alle sportwedstrijden vanaf zaterdag 26 juni weer toegestaan en kunnen alle leeftijdsgroepen en teams dan weer sporten in wedstrijd- en competitieverband. Uiteraard geldt daarbij voor en na de wedstrijd en tijdens de rust gewoon de 1,5 meter, net als op de tribune. Voor de volledigheid moet ik hier 1 bijzonderheid noemen en wel voor de evenementen. Die kunnen vanaf woensdag 30 juni weer, zoals vorige week al naar buiten gebracht. En dit om heel praktische redenen die te maken hebben met de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben. En dan punt 2. Daar waar de 1,5 meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden. Dat geldt in de eerste plaats voor het openbaar vervoer. Zowel op het station, het perron en de haltes als in de bus, trein, tram en metro. En dat geldt ook overal op Schiphol en andere vliegvelden. Naarmate het land verder van het slot gaat, wordt het onvermijdelijk drukker in het openbaar vervoer en reizen we ook weer meer naar het buitenland. Daarom voorlopig nog deze voorzorgsmaatregel. En dan over de mondkapjes nog 2 bijzonderheden. 1. In het geval van de contactberoepen, dus bij de kapper of de masseur, is de 1,5 meter uiteraard ook niet goed mogelijk. Maar hier vervalt de mondkapjesplicht, omdat in die sector registratie en een checkgesprek verplicht blijft. Op advies van het outbreak management team blijft, 2e punt, de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs tot de zomervakantie bestaan in zijn huidige vorm. Tot slot de 3e mogelijke situatie. Welke voorwaarden gelden als je iets wilt organiseren of openstellen zonder die 1,5 meter in acht te nemen? Kort gezegd kan dat vanaf zaterdag 26 juni door te werken met toegangsbewijzen. Elke klant, gast of bezoeker die minder dan 40 uur geleden negatief is getest of volledig is gevaccineerd of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad, kan dan worden toegelaten. 3 mogelijkheden dus. 3 mogelijkheden die in de loop van de komende weken allemaal zichtbaar kunnen worden gemaakt met de Corona-check-app. Op papier kan natuurlijk ook, maar die app is uiteraard straks gewoon handiger. Zonder dat ik verder op die techniek inga, komt het erop neer dat je met de Corona-check-app kunt laten zien dat je beschermd bent, zonder dat de organisator kan zien waarom dat zo is. Deze manier van werken zal waarschijnlijk vooral een aantrekkelijke optie zijn voor evenementen, festivals en grote sportwedstrijden. Maar vanaf zaterdag 26 juni kunnen in principe ook anderen hiervoor kiezen. Dus ook cafés en restaurants en theaters en musea kunnen er dan voor kiezen van alle, en ik onderstreep alle gasten, een toegangsbewijs te vragen. Dus nogmaals met de nadruk op alle gasten, want anders geldt natuurlijk gewoon de 1,5 meter. En daarmee kom ik ook bij een laatste bijzondere situatie die ik graag wil noemen en die geldt voor de discotheken en de nachtclubs. Een sector die nu al heel lang is gesloten en een activiteit die heel veel mensen hebben gemist. Daar is openstelling op 1,5 meter afstand natuurlijk geen realistische optie. Maar met deze toegangsbewijzen kan ook deze sector weer open en dan meteen zonder beperkingen. Tot zover en natuurlijk staat alle informatie straks gewoon weer op rijksoverheid.nl. Maar dit is wel een bijzonder moment. Want hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te vertellen wat er allemaal niet kon? Nu zijn we gelukkig weer in de fase dat de nadruk ligt op wat er
wel kan. En dat hebben we met elkaar verdiend. Door ons aan de regels te houden, hoe lastig dat ook is en hoe lastiger dat nog steeds wordt. Maar vooral door ons massaal te laten vaccineren. En nu is het zoals in dat bekende liedje. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dus laten we genieten van wat er weer kan. Maar laten we ook voorzichtig en alert blijven. Zeker als u in het buitenland op vakantie gaat. Want het virus blijft onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. Kijk naar Groot-Brittannië, waar de Indiase of Delta-variant zo snel om zich heen heeft gegrepen dat de regering toch weer op de rem moest trappen. En kijk naar de zomer van 2020, toen we na de zomervakantie in alle hevigheid met een tweede golf te maken kregen. Natuurlijk maken de vaccinaties het grote verschil met vorig jaar. Maar een gewaarschuwd mens telt nog altijd voor twee. Zeker met de vakanties in het vooruitzicht en nu die Indiase variant ook in ons land meer voet aan de grond lijkt te krijgen. We zullen als kabinet daarom tijdens de zomervakantie alle ontwikkelingen heel precies blijven volgen. En op gezette tijden zal een van de vier meest betrokken ministers u daarover bijpraten, buiten de reguliere persconferenties om. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we veilig de zomer doorkomen en vooral ook veilig het najaar ingaan. En daarover nu meer van Hugo de Jonge. We hebben altijd gezegd dat vaccinatie onze belangrijkste troef is uit deze crisis. En iedere dag wordt dat meer zichtbaar. Door vaccinatie zijn we steeds beter beschermd en zien we hoe we steeds meer ruimte krijgen om al die dingen te doen die het leven kleur geven. Er wordt al weken razendsnel gevaccineerd. In de afgelopen week ruim 300 prikken per minuut, zeg maar een volle kerk, en ruim 18.000 prikken per uur. Dat is een vol voetbalstadion, gevaccineerden. Ik vertel zo meer over de zomervakantie, over de maatregelen waarvan we nog even geen afscheid kunnen nemen. En ik geef ook vast een doorkijkje in hoe we ons voorbereiden op de kerst, op de herfst. Excuus, de kerst dat duurt nog even. Gelukkig maar. Maar eerst het vaccineren. De hele jaargang van 2003, dat zijn dus de mensen die al 18 zijn of dit jaar 18 worden, die kan morgen vanaf 10 uur een afspraak maken voor de eerste prik. En dat is een moment om te vieren. Want dat betekent dat we half juni, waar we nu zitten, alle volwassenen hebben uitgenodigd voor vaccinatie. Half juli, alle volwassenen die dat willen, een eerste prik hebben gekregen. En in de tweede helft van augustus ook die tweede. En dat je die tweede prik haalt, is belangrijk. Want alleen als je volledig gevaccineerd bent, ben je goed beschermd. En wil je sneller, dan kunnen alle 18-plussers die nog geen prik hebben gehad vanaf 23 juni een afspraak maken om vanaf 25 juni met Janssen gevaccineerd te worden. Daar heb je maar één prik voor nodig. Maar let wel, we prikken zolang de voorraad strekt en die is bij Janssen niet oneindig. En wil je die keuze maken, laat je dan wel eerst goed informeren. En ondertussen staat de zomervakantie al bijna voor de deur. En de vraag die daarbij hoort, zeker dit jaar, is: kunnen we op vakantie? En het antwoord is volmondig ja. Op de website wijsopreis.nl kun je zien welke regels er gelden en kun je aan de kleurcodes zien hoe hoog het risiconiveau is in een land. Kun je er veilig heen, dan is een land groen. En ook als het land op geel staat, dan kun je er naartoe, maar let dan wel op, want geel is geen groen. En naar een oranje land reis je alleen als het echt noodzakelijk is. We kunnen dus op vakantie, maar Nederland zelf staat nog niet op groen. En dat betekent dat andere landen van Nederlanders kunnen vragen om een bewijs te tonen dat je gevaccineerd bent, of negatief getest bent, of recent hersteld bent van een corona-infectie. En voor die landen heb je vanaf 1 juli een digitaal coronacertificaat nodig, een DCC, om dat bewijs te kunnen tonen. Welke landen daarom vragen is nu nog niet zeker. We verwachten dat alle landen in de komende weken hun inreisregels opnieuw zullen vaststellen. Net zoals Nederland dat heeft gedaan, op basis van Europese afspraken.
Gelukkig zijn bijna overal in Europa de cijfers aan het dalen. Ook hier. En ergens in de komende weken zakt het besmettingsniveau in ons land naar verwachting naar geel en daarna hopelijk naar groen. Maar weet dus dat zolang Nederland niet op groen staat, sommige landen eisen zullen stellen aan Nederlanders die binnenkomen. Het digitaal coronacertificaat wordt vanaf 1 juli in heel Europa geaccepteerd. In dat DCC kun je je vaccinatiebewijs uploaden, je negatieve testuitslag of voor de mensen die het afgelopen half jaar, corona hebben gehad, je positieve PCR-testuitslag. En je kunt zo'n DCC in de loop van aanstaande donderdag waarschijnlijk aanmaken in de Corona Check App. En dan is het al als toegangsbewijs in Nederland te gebruiken en vanaf 1 juli is het als reisdocument ook geldig. En om rokende servers te voorkomen, dat DCC hoef je niet per se op die donderdag te downloaden. Dat kun je ook prima in de weken daarna nog downloaden. Het is te verwachten dat de meeste landen een DCC na vaccinatie pas zullen accepteren als je volledig gevaccineerd bent en je de laatste prik 14 dagen geleden hebt gekregen. Dat laatste geldt niet in Nederland, maar de meeste landen zullen ietsje strenger zijn. En als je dan niet op tijd geprikt bent, kun je dat DCC ook krijgen met een negatieve testuitslag. En als jij of je kinderen zich voor vertrek moeten laten testen, dan kan dat vanaf 1 juli tot eind augustus gratis. Via de aanbieder waarbij je je reis geboekt hebt, of als je je reis zelf georganiseerd hebt online, via een site die we binnenkort via rijksoverheid.nl bekend gaan maken. Dat zijn een hoop regels en dat is best ingewikkeld allemaal. Neem dus vooral ook een kijkje op wijsopreis.nl om te zien wat jij voor jouw vakantie nodig hebt. En blijf ook regelmatig kijken, want hoe lager het aantal nieuwe besmettingen in Europa is, hoe minder eisen er worden gesteld. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Corona is nog niet weg. Dus blijf je aan de maatregelen houden. Als je op vakantie bent en bij terugkomst. En hoe belangrijk dat is, dat zien we nu de eerste examenreisjes terugkeren. Want veel jongeren zijn besmet geraakt. En aan iedereen die nu of later in de zomer terugkomt, doen we een dringende oproep om jezelf bij thuiskomst te laten testen. Heb je geen klachten, dan kan de test met een zelftest. Heb je wel klachten, dan ga je langs bij de GGD. En jongeren die uit het buitenland terugkomen, kunnen vanaf maandag sowieso terecht bij de GGD. Met en zonder klachten. Want op die manier snijden we het virus de pas af. En dat is belangrijk. Want we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Voorlopig moeten we ons echt nog aan de 1,5 meter houden. Op vrijdag 13 augustus hopen we te besluiten of we die laatste echt beperkende maatregel, het afstand houden, gedag kunnen zeggen. En daarvoor moet de epidemie hier en in de landen om ons heen goed onder controle zijn. En bij ons besluit kijken we in ieder geval naar twee waarden. De besmettingsgraad, die moet heel laag zijn. En de opgebouwde immuniteit, en die moet juist heel hoog zijn. En of dat bij het begin van het nieuwe school- en collegejaar dus kan, is nog niet met zekerheid te zeggen. En daarom vragen we aan het mbo en het hoger onderwijs om zich op beide scenario's voor te bereiden. Met de 1,5 meter en zonder de 1,5 meter. Zodat ze zodra het kan ook direct met normaal onderwijs kunnen starten. Hoe het najaar er precies uit gaat zien en welke maatregelen we dan nodig zullen hebben om een vierde golf te weren, dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Wel dat we alert moeten blijven. We weten dat er richting het najaar een aantal risico's en onzekerheden zijn waarmee we gewoon rekening hebben te houden. Bijvoorbeeld in hoeverre mensen die gevaccineerd zijn nog een rol spelen in de verspreiding van het virus. Hoe goed het lukt om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken in alle groepen en in alle wijken. Mutaties blijven een risico, zeker als ze zich minder aantrekken van vaccins. En, heel belangrijk, of we het virus als souvenir van de camping mee terug naar huis nemen. Dat zijn de risico's die we kennen. En ook al gaat het steeds beter, richting het najaar zullen we de dijk moeten verstevigen om droge voeten te houden. En dat betekent dat als we terugkomen van vakantie, we onszelf moeten testen. En ook voor we weer naar school gaan en voor we weer aan het werk gaan. We kijken of en hoe we zelftesten daarvoor aan huis kunnen bezorgen. Daarnaast gaan we in de eerste 2 weken, bij het begin van het schooljaar, aan alle scholieren en alle studenten vragen zich 2 keer per week te testen. En test je dan positief, dan ga je naar de GGD, want via hun tests kunnen we ook zien of er in ons land nieuwe mutanten opduiken.
ons allerbelangrijkste doel is natuurlijk, juist voor de versterking van die dijk, een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Dat is de echte wedstrijd die we spelen. Zo hoog mogelijk onder de bevolking als geheel en zo hoog mogelijk in iedere groep daarbinnen. De mensen die nog niet gevaccineerd zijn, die wil ik de kans de komende periode alsnog bieden. Dicht bij huis. Dus de GGD komt naar u toe deze zomer. Met de spuitbus gaan ze de wijken in waar de vaccinatiegraad laag is. En zo kunnen ze de mensen beter bereiken en met twijfelaars in gesprek gaan. En er valt steeds meer voor te zeggen om naast alle volwassenen ook alle 12 tot 18-jarigen te vaccineren. Voor de samenleving als geheel, om in het najaar beter beschermd te zijn. En voor de jongeren zelf. Jongeren lijden weliswaar niet zo erg onder het virus, maar wel onder de maatregelen die nodig zijn als zij of een klasgenoot door het virus besmet raken. Onze jongeren hebben al te veel les via een computerscherm meegemaakt. Dus we kijken uit naar het advies van de Gezondheidsraad en we zullen dan een besluit nemen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Met dalende besmettingen en een stijgende vaccinatie wordt het vast een hele mooie zomer. Dus wie mag ik als eerste het woord geven? Ik zie NOS en aansluitend RTL. NOS. Meneer Rutte, mag ik u iets vragen? U zei, dit is een bijzonder moment. Het kabinet zet een grote stap vandaag. Betekent dit dat het einde van de crisis dichterbij komt? Ja. In zicht is? Ja. Er bijna is? Nou, in zicht. Er zijn echt nog een paar, dat moet ik wel zeggen. Het verschil met vorig jaar is natuurlijk, op dit moment hebben we nog meer besmettelijken dan vorig jaar op dit moment. Vorig jaar zaten we veel lager. We zitten met een hoog aantal besmettelijken, maar doordat het virus zich zo langzaam verspreidt, daalt dat aantal gelukkig wel. En we hebben natuurlijk die vaccinaties en daarom durven we dit ook aan. Maar er zijn echt nog een paar onzekerheden. Ik wil ze toch, naar aanleiding van uw vraag, nog even kort benoemen. We weten nog niet zeker waar we op uitkomen qua vaccinatiegraad. En ook zoals Hugo de Jonge net zei, ook hoe homogeen is dat door alle groepen in het land. Je weet ook nog niet of er misschien nog besmettelijkere nieuwe varianten komen, zoals die Delta-variant die in Engeland nu zo rondgaat. Je weet ook nog niet, ook dat werd net gezegd, wat er gebeurt bij terugkeer van vakantiegangers. Daarom is het zo belangrijk dat we al deze maatregelen nemen en vakantiegangers vragen daar dus verstandig mee om te gaan, precies zoals net verteld. Je weet ook niet zeker of het vaccin helpt. In die zin, het helpt wel, maar beschermt het ook niet alleen tegen ziekte, maar ook tegen het overdragen van het virus. En dat kan weer van belang zijn, vooral als er nieuwe varianten komen. En je weet niet wat het seizoenseffect is. Dus er zijn echt nog onzekerheden. Dus ja, we naderen het einde van de crisis. Ik ben daar positief over. Maar we blijven uitermate waakzaam. En wat is dan de afweging geweest om deze stap vandaag wel te zetten? Omdat we gevraagd hebben aan het outbreak management team, wat gebeurt er als je die oude stap 5 samenvoegt met stap 4? Dus we hebben nu die stap 4. Eigenlijk is dat een samengevoegde oude stap 4 en 5. En dat doen we ook nog iets eerder. En dan zie je dat op de korte termijn dat geen effecten heeft op, eigenlijk geen effect heeft op het aantal besmettingen, op wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Dus dan kun je het doen. Want we hebben steeds gezegd, we doen het als het kan. We kijken naar de belasting voor de zorg en we kijken naar mensen die kwetsbaar zijn voor het virus. Dat zijn de twee doelstellingen naast het zicht houden op het virus. Dat zijn de drie strategische doelstellingen van het hele beleid. Dus dan kun je dat doen. Maar tegelijkertijd moeten we echt, en daarom noem ik deze 5 factoren net even op, zijn er echt nog onzekerheden die je later in dit najaar een probleem kunnen opleveren. En vandaar dat we bijvoorbeeld ook kijken naar het vaccineren van jongeren. We moeten het gezondheidsraadadvies afwachten, maar dat zou kunnen helpen om die risico's weer te beperken. Naast dat het voor hen zelf prettig is. U zei net, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Wat vraagt u van mensen om te doen? Ik vraag dus mensen om, we vragen mensen om gewoon heel zorgvuldig in mee om te gaan. Dus de komende tijd je echt te houden aan de 3 voorwaarden, dus je handen wassen, afstand houden en testen bij klachten. Dat is echt ontzettend belangrijk, want op die manier doe je er zelf alles aan. Maar wij houden ook zicht op het virus daarmee, hè, door dat testen. Dat is belangrijk voor jezelf, maar ook om zicht te houden op die verspreiding. Het tweede is dat we dus met een heel pakket verzoeken komen aan mensen. Ga op vakantie als je dat wilt. Dat kan gelukkig weer. Maar doe het verstandig. Hè, en vandaar dat hele pakket van testen en ook als het dan toch niet goed blijkt te zijn, verder testen, wat Hugo de Jonge net vertelde. Als we dat nou allemaal doen, dan helpen we met elkaar maximaal om het risico te beperken. Dan kun je nog in de rug worden aangevallen door een nieuwe variant. Nou, daarom blijven wij de zomer ook alert. In wat kleinere samenstelling blijven wij anders dan vorige zomer doorvergaderen. Niet de hele dag natuurlijk, maar wel regelmatig. Zodat we echt zicht erop houden.
Maar onder die voorwaarden kunnen er weer eindexamenfeesten, kunnen er weer voetbalwedstrijden bekeken worden met een scherm. Ja, vanaf met het scherm vanaf 26 juni kan dat weer. En als er een groot scherm wordt neergezet voor een hele grote groep mensen, is dat natuurlijk een evenement, dan zou dat vanaf 30 juni kunnen. Maar dan moet het wel met toestemming. Ja, op zichzelf, als je de anderhalve meter weet te houden, mag je natuurlijk ook gewoon plezier hebben met elkaar, graag. Maar wel, jongens, echt die anderhalve meter. Die blijft echt van groot belang nog. Omdat we weten dat dan het overspringen van het virus afneemt. En we weten ook als je hem nu los zal laten, dat er een risico is dat het virus heel snel zich weer gaat verspreiden. En dat is nu met nog veel mensen die gevaccineerd moeten worden, onzekerheid over die Delta-variant, is dat echt te gevaarlijk. Meneer de Jonge, nog een vraag voor u. U had het net over vaccineren van mensen die na 2003 geboren zijn. Ik dacht even, u gaat zeggen, die als ze dat willen, kunnen ook gevaccineerd worden. Waarom wacht u op het advies van de Gezondheidsraad? Nou, ik denk dat het belangrijk is omdat de Gezondheidsraad alle aspecten meeweegt. Ik noemde zelf een epidemiologisch argument om het te doen. Als je gewoon kijkt naar het najaar, dan weten we gewoon dat het veel waarschijnlijker is dat je die R onder de 1 weet te houden als je de 12 tot 17-jarigen ook vaccineert. Als je kijkt naar het meer maatschappelijk argument, dan zou je kunnen zeggen, ja, ook voor jongeren zelf, en nog los van dat jongeren dus bij kunnen dragen aan hoe we met elkaar beschermd zijn, ook voor jongeren zelf is het van belang, omdat daardoor de continuïteit van het onderwijs veel beter gewaarborgd is. Maar daarnaast zou je ook medisch-ethische argumenten kunnen aandragen. En ik denk dat het goed is om dat advies van de Gezondheidsraad om die reden af te wachten. Voordat wij het definitieve besluit nemen. Maar u hoort ook aan hoe ik erover spreek, dat ik zelf op dit moment een voorstander ben om dat te doen. En om de redenen die ik net noem. Kijk, u moet zich voorstellen, als we het najaar ingaan, dan zijn er best een aantal onzekerheden. Natuurlijk, de vaccinatiegraad lijkt heel erg hoog te gaan eindigen. Weten we nog niet helemaal zeker natuurlijk, maar lijkt heel erg hoog te gaan eindigen. En dat is hartstikke goed. Maar er zullen altijd mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Soms omdat ze niet willen, soms omdat ze niet kunnen. Daarnaast is er altijd een deel van de mensen bij wie vaccinatie onvoldoende immuunrespons oplevert. En dat maakt dat er toch altijd wel een deel van de mensen niet goed beschermd zijn. Nou, vervolgens stel dat je dan die anderhalve meter loslaat. En die, hoewel mensen dan gevaccineerd zijn, dragen ze dan nog steeds wel bij in de verspreiding. We weten niet in welke mate dat is. Maar als die mensen allemaal weer door elkaar gaan bewegen en allemaal weer toch dat virus aan elkaar gaan overdragen, ondanks dat de gevaccineerden er zelf niet ziek van worden, gaan de niet-gevaccineerden of de wel gevaccineerden, maar bij wie die vaccins dan onvoldoende hebben uitgehaald, die gaan daar natuurlijk wel weer ziek van worden. En in potentie zelfs ook wel weer een nieuwe golf opleveren in de ziekenhuizen. En dat is de reden dat we zeggen, die groep van gevaccineerden moet echt zo hoog mogelijk zijn. Laten we hopen dat de transmissieremming ook hoog is onder gevaccineerden. En dat zou de mogelijkheid kunnen bieden, waardoor we in het najaar weliswaar misschien nog een opleving hebben van dat virus zelf in de besmettingen, maar dan in ieder geval niet meer een opleving, ook daadwerkelijk in de ziekenhuizen. En dat moeten we natuurlijk ten koste van alles zien te voorkomen. Maar hebt u overwogen om vooruitlopend op het advies van de Gezondheidsraad mensen zelf de keuze te geven om gevaccineerd te worden of niet? Jongeren tussen 12 en 18? Nou, we hebben het advies van de Gezondheidsraad sowieso al gevolgd voor jongeren met een medische indicatie. Dat is één. Twee is, dat advies van de Gezondheidsraad, ook al zou dat nu komen of volgende week komen, betekent ook niet dat jongeren onmiddellijk aan de beurt zijn, omdat we hebben gezegd, morgen zijn alle 18-plussers uitgenodigd, maar half juli hebben ze hun eerste prik gehad en in de tweede helft van augustus hun tweede prik. Dus het is ook niet zo dat als je nu zou besluiten, alle jongeren ook, dat die allemaal voor de start van het nieuwe schooljaar aan de beurt zijn. Zoveel vaccins worden er gewoon niet geleverd. Dus je hebt voor de komende maanden alle prikslots nodig voor de eerste en tweede prikken van iedereen boven de 18. Dus dat zou niet versnellend hebben gewerkt, wil ik maar zeggen. En wat wel goed werkt, is als we dat besluit nemen, zo goed als mogelijk ook de onderbouwing kunnen geven, ook aan ouders bijvoorbeeld, die zich misschien wel zorgen maken van, ja oké, maar mijn jongen is nu gezond en zou dit dan geen bijwerking op kunnen leveren, dan wil je een heel goed onderbouwd advies ook kunnen geven op basis van het advies van de Gezondheidsraad. Want we zijn uiteindelijk gebaat bij een hele hoge vaccinatiegraad. Dus niet overhaasten dat besluit, dat is niet nodig namelijk. We hoeven dat besluit niet morgen te nemen, je kunt het ook niet morgen effectueren. Maar als u mij nu zou vragen, nou, om de redenen die ik heb genoemd, zou ik zeggen, ja, ik ben voor. Oké, RTL, aansluitend SBS en dan AD. Ja, voor meneer Rutte. U zei alles wat op anderhalve meter kan, mag weer vanaf 26 juni. Maar het is heel lastig om je eraan te houden. Dat zag je ook aan de koning. U zei net over hem, hij deed zijn best, maar het lukte niet. Is het dan niet beter om die maatregel gewoon los te laten? Nee, dat is echt onverstandig. En ik heb over de koning gezegd dat hij er zelf ook van baalt. Het was georganiseerd
op 1,5 meter. Maar er was een enorme toestroom. En het was ook niet meer terug te dringen, die toestroom. Dus het werd zo vol. En dat kan natuurlijk een keer gebeuren dat het dan gewoon niet lukt. Dat is niet goed, maar dat kan. Maar die 1,5 meter is echt van belang. Want de afstand, we hebben nu al veel meer dan 1,5 meter. Maar als ik het nu zou hebben, of ik ben gevaccineerd, maar toch nog het zou kunnen overdragen. En u zou nog niet gevaccineerd zijn. Of gevaccineerd zijn, maar het werkt onvoldoende. U zou ziek worden. De kans dat het virus u bereikt is echt nul. Nee, dat snap en ik daarom maar is die 1,5 meter zo belangrijk. En we hebben nog zoveel mensen niet gevaccineerd. Zijn ze echt een groot risico zoals we dat nu zouden loslaten. Maar hoe ga je daar dan op handhaven? Want je ziet het overal. Je ziet iedereen te dicht op elkaar staan. Ik moet heel eerlijk zeggen, behalve de journalisten als ik bij de formatie wegloop. Die staan echt boven op elkaar. Maar verder zie ik in Nederland gelukkig toch op heel veel plekken dat mensen zich echt goed houden. Ja, maar mensen hebben meter nu nog veel een mondkapje op. Maar dat hebben ze dus straks niet meer. Wordt er dan nog wel gehandhaafd? Buiten, krijg je nog steeds boetes? Buiten heb je geen mondkapje nodig. Nee, maar wel bijvoorbeeld in de supermarkt. Nou, de handhaving zal natuurlijk zo zijn dat als er echt excessen zijn, zoals ook nu, dan wordt er natuurlijk ingegrepen. Dus de handhaving blijft? Ja, maar ja, in die zin dat je niet meer thuis buiten zegt, je mag maar met 2 mensen over straat. Je mag weer met grotere groepen over straat. Maar als echt zichtbaar, in your face, de politie ziet dat mensen het er niet aan houden, ja, dan zullen ze echt ingrijpen. U zei ook, we komen deze zomer nog met enige regelmaat bij elkaar. Ja. Wat is dan het signaal, zoals u haalde het net ook al aan, in Engeland worden de teugels weer aangetrokken. Wat zou in Nederland het signaal zijn om weer dingen terug te gaan draaien? Ja, daar gaan we nu niet vanuit. Daar gaan we echt niet vanuit, anders zouden we het niet doen. Hè. De alle prognoses voor de komende weken zijn positief. Maar wat ik net zei, je wilt scherp blijven. We willen ook Nederland kunnen bijpraten. Vandaar dat we 1 keer in de week op algemene zaken, of waar we ook vergaderen, iemand dan beschikbaar zal zijn voor de pers om te zeggen wat zijn de laatste inzichten. We zullen altijd ingrijpen als er onverwacht toch een verslechtering is. Ook daar kan Nederland op rekenen, maar dat is absoluut niet de verwachting. Maar we willen wel constant monitoren wat is er aan de hand. We zetten nu echt een grote stap, een van de verst gaande stappen in Europa. Terwijl we qua aantal besmettelijken echt ook nog steeds heel hoog staan. We denken dat kan, omdat alle prognoses laten zien dat het allemaal snel daalt. Maar, ja, aan de andere kant, maar als het dus nodig is, grijpen we in. Ja, want aan de andere kant zie je ook al hoe snel het gaat. Er is nu een school in Amstelveen gesloten door de Indiase variant, door die Delta variant. Dus het kan snel weer de andere kant op slaan. Ja. Ja, kijk, die Delta-variant, ik denk dat als je... Kijk, wij kijken natuurlijk heel nauwlettend naar het VK en ons RIVM. En ons Centrum voor Infectieziektebestrijding heeft echt bijna dagelijks contact ook met het VK. En wat je daar ziet, is allereerst, de les van daar is natuurlijk allereerst dat vaccineren helpt. Ook tegen die Indiase variant, die Delta-variant. Want de mensen die daardoor nu in de ziekenhuizen komen, zijn ofwel mensen die niet gevaccineerd zijn, ofwel mensen die slechts 1 keer gevaccineerd zijn. Daarom zeggen we ook, laat je vaccineren. Daarom zeggen we ook, neem ook je 2e prik. Wel echt anders in de Britse strategie is natuurlijk die, ze hebben nogal geleund op dat ene been van 1 prik. En wij hebben altijd geleund op 2 benen van 2 prikken. En dus dat maakt ons wel enigszins anders. Niettemin, vaccineren werkt. Dus alles inzetten op vaccineren is gewoon wat nodig is. En met name ook inzetten op niet alleen een hele hoge, maar ook een hele homogene vaccinatiegraad. Dus onder alle groepen, onder alle wijken, een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Dat is de reden dat we met alle GGD'en hebben afgesproken. Dat ze de komende weken de wijk intrekken. Maar ja, met de spuitbus erop af. Om te zorgen dat je echt overal een hoge vaccinatiegraad bereikt. Want dat zorgt ervoor dat je ook minder verspreiding krijgt. Ook van die Delta-variant, die iets besmettelijker lijkt. En die zich in ieder geval ietsje minder lijkt aan te trekken van vaccinatie. Althans van 1 prik. En van 1 prik AstraZeneca. Dat ook nog eens een keer. Kortom, alle reden om 2 prikken te zetten. Alle reden om in te zetten op een hoge en een homogene vaccinatiegraad. En alle reden dus ook om die 1,5 meter nog eventjes te handhaven. Want we hebben hem gewoon nodig. Om daarmee ook de verspreiding van die Delta-variant te vertragen en te verlagen. En we weten ook Dat inmiddels ook uit de kiemsurveillance in Nederland blijkt dat we hem in behoorlijke mate op Hollandse bodem hebben. Hè. Het is een paar procent nu, maar die kiemsurveillance kijkt altijd een paar weken terug. Dus de aanname van het RIVM is dat hij in de grote steden al tegen de 10% zou kunnen zijn. We hebben nog steeds rond de 90% van de Britse variant. De Zuid-Afrikaanse variant die heeft de survival of the fittest verloren. Dus die lijkt eigenlijk weg te zijn. De Braziliaanse variant zet ook niet echt door. Maar die Delta-variant, het is wel waarschijnlijk dat die op enig moment ook de boel gaat overnemen in Nederland. En tegen die tijd, het is eigenlijk een race tegen de klok, tegen die tijd wil je gewoon zo ver mogelijk zijn met vaccineren. En vandaar 1,5 meter, it is, voor de komende tijd. SBS, aansluitend AD.
Meneer de Jonge, ik had een vraagje over het op vakantie gaan. U zei net zelf al, een aantal landen heeft ons niet... Nou, zit niet echt nog te wachten op Nederlanders. Vandaar dat we misschien met een test naar die landen moeten. De overheid gaat die financieren. Ja. Eentje? Ja. Per persoon, of hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je hebt er maar één nodig om weg te komen, toch? Ja. Als je, tenminste, als je vervolgens snel vertrekt, heb je er maar één nodig. Ja, en hoe gaat dat in praktijk in zijn werk? Nou, kijk, allereerst, wanneer en waar is dat DCC nodig? Ik denk dat dat belangrijk is. Hè? Dus waar heb je eigenlijk dat bewijsje nodig? Dat is volgens mij belangrijk om goed te vertellen. Kijk, voor groene landen is in Europa afgesproken, daar wordt sowieso onderling dat niet gevraagd. En wanneer ben je groen? Als je 50 besmettingen hebt per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Nou, daar zijn wij nog niet. Wij staan wat hoger. Wij zitten op 115, geloof ik, per 100.000 over de afgelopen 14 dagen. Kortom, we moeten nog door de helft en eigenlijk nog iets verder dan door de helft. Daarnaast wordt er nu in Europa nog gevraagd dat je het aantal positieve testen, dus het positieve testratio in de teststraten, dat minder is dan 4%. Nou, op dit moment staan we dus nog op rood. Dus wij zijn eigenlijk een van de donkerst gekleurde gebieden. Maar dat zal slechts van hele korte duur zijn, omdat die 4% positieve testratio, daar voldoen we al bijna aan. En zeker als we alle testen daar weer optellen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Dus dan zouden wij op geel gaan. Maar we willen natuurlijk op groen. En de aanname is dat met het huidige tempo waarin het naar beneden gaat, je begin juli op groen zou kunnen staan. Dat is de aanname. Als dat zo is, dan hoef je helemaal niks meer. Want dan gaan alle andere Europese landen helemaal niks meer vragen. Dat zou kunnen, maar dat weten we dus nog niet, maar dat zou kunnen. Dat is trouwens ook een belangrijke reden om die 1,5 meter nog maar even aan te houden, je gewoon even aan de regels te houden. Dat is één. Stel nou dat je al weg wil op vakantie en je bent nog even, en we zijn nog niet groen. Ja, dan zul je waarschijnlijk om een DCC gevraagd worden. Dat is allereerst mogelijk via vaccinatie. Dat zal, voor het reizen zal dat mogelijk zijn vanaf 1 juli. En als je niet op tijd gevaccineerd bent, dan kun je een gratis test krijgen. En in de komende week, denk ik, zullen wij bekendmaken via rijksoverheid.nl waar je die gratis test dan kunt aanvragen. Dat is een heel lang antwoord om tot compleet, echte antwoord te komen. Ik zou het compleet willen noemen. Ja, maar eerder zei u van u stond er niet echt positief tegenover om dat te financieren. Want u zei ja, het is profijtbeginsel. We hoeven niet allemaal te betalen voor iemand die op vakantie gaat. Wat heeft u doen veranderen van mening? Nou, een paar dingen. Eén is dat mijn verwachting is dat vrij veel landen toch dat DCC zullen gaan gebruiken zolang wij niet op groen staan. Twee is dat mijn verwachting is dat wij nog een tijdje niet op groen zullen staan. Ik hoop dat natuurlijk wel zo snel mogelijk te bereiken, maar ja, dat hebben we echt met elkaar in de hand. Drie is dat mijn aanname was dat meer landen, net als Nederland, die 14 dagen na de tweede prik er niet bij op zouden tellen. En dat zou eigenlijk betekenen dat je gewoon met je vaccinatie gewoon keurig op pad kunt. En daarnaast dacht ik nog, ja, dat misschien willen meer landen ook die kinderen wel echt uitzonderen. En dat hoop ik wel, dat heel veel landen dat zullen doen. We hebben afgesproken in principe pas vanaf 12. Maar nou zie ik toch dat een aantal landen daar nog niet helemaal aan gaat voldoen. Sommigen willen ook kinderen vanaf 6 testen en soms zelfs nog jonger. Kortom, ik denk dat er vrij veel mensen, als wij nog niet op groen staan, vrij veel mensen echt gebruik zullen moeten maken van een test. Ja, en dan jagen we wel vrij veel mensen op kosten voor de vakantie. En dat is de reden dat we hebben gezegd, nou ja, misschien moesten we het toch maar doen. Eenmalig, in de zin van, dat gaan we niet volgend jaar weer doen. En dat doen we alleen maar in juli en augustus. Want na die tijd kun je echt gewoon gevaccineerd zijn. Dan heb je het niet meer nodig. Dank u wel. Algemeen Dagblad. Daarna Telegraaf. Ik wil het feestje niet verstoren, maar is het niet een beetje te vroeg om al te versoepelen? Wat zei je? Ik wil het feestje niet verpesten, maar is het niet te vroeg om deze stap te zetten? Nee, dat denk ik niet. Het is niet te vroeg, omdat we hebben natuurlijk heel precies advies gevraagd. En het OMT zegt eigenlijk, voor de korte termijn kun je niks fouts doen. Maar de risico's ontstaan op de iets langere termijn. 1,5 meter is wel van groot belang, omdat je inderdaad anders, om alle redenen die we genoemd hebben, en ook alle onzekerheden zijn. Maar dit is echt een verantwoorde stap. Wanneer kan die 1,5 meter er dan af? Want half augustus wordt als... Daar heeft Hugo de Jonge net alle criteria voor genoemd. Maar kijk, volgens mij is het goed half augustus bekijken. Die nemen deze stap niet te vroeg. Hij sluit helemaal aan bij de routekaart zoals we die hadden afgesproken. Dus ik bedoel niet zozeer het openingsplan en de volgende stappen en de data die we daarbij hebben genoemd. Maar ik bedoel gewoon de signaalwaarden eigenlijk die we hadden afgesproken voor risiconiveau 1. Daar zitten we bijna aan. Hè? Dus we zitten op dit moment eigenlijk in risiconiveau 2 en we glijden vrij rap naar 1 toe. En als je die film gaat sowieso de goede kant op. Maar als je de foto zou moeten nemen, de finishfoto zeg maar, van volgende week vrijdag, volgende week zaterdag, als de maatregelen ingaan. Ja, dan verwachten we echt op of heel erg dicht bij risiconiveau 1 te zitten.
En daarmee is het ook volmaakt congruent met die eerder afgesproken routekaart. Ik weet dat er nog wel eens zorg was bij een aantal mensen van houden we ons daar wel aan? Daar houden we ons dus eigenlijk al de hele tijd vrij consistent aan. En ten aanzien van de 1,5 meter hebben we gezegd, kijk, daar moet je een paar dingen in de ogenschouw nemen. Kunnen we gewoon nu nog niet zo heel goed voorspellen. Maar tegen de tijd dat we allemaal in behoorlijke mate zijn gevaccineerd of immuniteit hebben opgebouwd, tegen de tijd dat we echt verwachten dat die besmettingsgraad heel veel lager is, ja, dan zou je natuurlijk die 1,5 meter kunnen laten varen. Maar we hebben gezegd, dat gaan we niet nu besluiten. We gaan ook niet nu zeggen, het zal dan zijn. Nee, we gaan nu zeggen, op 13 augustus, dat is de eerste ministerraad na de zomer, op 13 augustus gaan we dat besluit nemen. En dat doen we tegen de achtergrond van opgebouwde immunisatie en de besmettingsgraad van dat moment. Komt er een soort kantoorpolitie straks trouwens? Want dat thuiswerken wordt zo semi. Dat is een zaak van de bedrijven, net zoals nu. Maar we zeggen wel 1,5 meter. We zeggen ook maximaal de helft van de werktijd. Dat is echt onze dringende guidance, dringende advies. Eigenlijk zien we dat werkgevers gemiddeld zich daar netjes aan houden. En die helft van de werktijd, dat zullen maar weinig bedrijven realiseren. Want stel een bedrijf zoals hier, dit ministerie, met veel liften. Ja, tenzij iedereen prettig vindt naar die 20e etage te wandelen. Maar de liftcapaciteit is al een hele grote beperker in heel veel kantoren van hoeveel mensen daar kunnen werken. Maar als mensen niet durven, bijvoorbeeld omdat ze nog niet gevaccineerd zijn, omdat ze nog wat angstig zijn, moeten ze dan verplicht, als hun werkgever dat zegt, toch naar kantoor? Daar is een normale relatie werkgever-werknemer. En er is altijd, als je als werknemer het gevoel hebt dat er niet voldoende rekening wordt gehouden met jouw belangen, kun je altijd naar de inspectie sociale zaken werkgelegenheid. Nog één vraag over de registratie van de vaccinaties. Veel mensen zullen snakken naar die app straks volgende week. En denken, yes, kan die op groen, kan ik gaan? Maar niet alle prikken zullen daarin staan, of wel? Kijk, die app die zal gebruik maken van sowieso alle registraties die inmiddels in SIMS staan. Dat is het centrale registratiesysteem. We hebben natuurlijk verschillende prikkende partijen gehad in Nederland. Die hebben allemaal hun spulletjes netjes opgestuurd, als het goed is, naar SIMS. Maar dat is niet helemaal goed, want niet alle prikkende partijen hebben dat tot op heden gedaan. Daar waar er een technische storing is, bijvoorbeeld bij de GGD, is dat niet zo'n heel groot punt. Die moet wel worden opgelost overigens, maar dat is niet het allergrootste punt voor dit doel. Want de GGD-systemen zullen ook als bronsysteem worden gebruikt. Daar waar het prikken zijn bijvoorbeeld die door de huisartsen zijn gezet, daar helpen natuurlijk de huisartsen om zo snel mogelijk ook hun spullen in te sturen naar SIMS, naar het centrale registratiesysteem van het RIVM. Voor zover dat nog niet is gebeurd, verwachten we echt dat ze dat de komende week gaan doen. En ik denk dat ook voor huisartsen is daar een heel groot belang bij natuurlijk. Die hebben ook geen zin om al die caravans aan hun bureau te krijgen. Dus ik denk dat zij dat echt zullen gaan doen. Dat zal lukken. Ja, dat zal echt wel lukken. En stel dat om welke reden dan ook, hè, die registratie niet is doorgekomen in SIMS, en je bent door een partij geprikt die niet de GGD is, maar iemand anders, en ergens is die registratie kennelijk niet helemaal goed doorgegeven, dan is er altijd nog een mogelijkheid via een webportaal wat we zullen maken. Dat zal pas aan het einde van de maand overigens beschikbaar zijn, namelijk vanaf 1 juli eigenlijk, 30 juni, 1 juli. En daar kun je altijd via degene die jouw vaccinatie heeft gezet, die kan daar gewoon jouw registratie in aanmaken. Dus niemand valt tussen wal en schip. We zullen ook een enorme helpdesk optuigen om mensen op weg te helpen. Die zal ook vanaf volgende week donderdag live gaan. Kortom, we helpen mensen de zomer door. Dat komt wel goed. Telegraaf, aansluitend ANP, Reformatorisch Dagblad. Dankjewel. Ja, ik had een vraag over de lange termijn, want jullie komen in de zomer dus bij elkaar om dingen te bespreken voor de herfst. Maar zijn er al voorzorgsmaatregelen die als achtervang dienen voor het geval we wel weer een derde, vierde golf, denk ik inmiddels. Helaas. Ja, zeker. Kijk, waar we al een tijd mee bezig zijn, bijvoorbeeld, is die rioolwatersurveillance. Die gaat naar meerdere keren per week, naar 4 keer per week, naar 5 keer per week, naar dagelijks toe in het najaar. En daarmee hebben we, denk ik, een hele goede, ook uniek in de wereld. Daar wordt ook echt vanuit het buitenland veel naar gekeken. Een hele goede monitoring, een vroegtijdige monitoring. We gaan veel intensiever nog sequencen op alles wat er uit de GGD komt en alles wat bij de GGD wordt getest. Zodoende houden we heel goed in de gaten hoe dat virus zich ontwikkelt, welke mutaties we op Hollandse bodem hebben. En dat is inzicht wat je nodig hebt. En daarmee, als we vroeg zijn, zijn we ook vroeg om weer nieuwe maatregelen te kunnen treffen als dat nodig is. Dat is één. Twee is het toegangstest of het werken met toegangsbewijs, wat we nu nog heel erg nodig hebben om dingen weer eerder mogelijk te maken of meer dingen mogelijk te maken. Stel dat je dat straks eventjes niet meer nodig hebt, dat heb je natuurlijk wel staan op het moment dat je eigenlijk weer in de situatie komt dat bijeenkomsten in grote groepen misschien wel niet verantwoord zijn. Dus dat toegangstesten hebben we sowieso ook paraat voor het najaar. Nou, testen en bron- en contactonderzoek blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Die dijkbewaking van net na de zomer, van iedereen die terugkomt van vakantie, allemaal testen voordat je weer één voet in de samenleving zet,
hartstikke belangrijk om die dijken ook daadwerkelijk te versterken. En zo proberen we van alles en nog wat te doen om te zorgen dat we er klaar voor zijn. En ja, als zich lokale uitbraken voordoen, ja, dan moet je er ook weer bovenop springen natuurlijk. En dat zal in eerste instantie zal dat een maatregel zijn die in een specifiek gebied geldt. Maar ook daar gelden weer gewoon het werken in risiconiveaus. Op het moment dat daar ook de risiconiveaus oplopen, dan zullen daar gewoon weer maatregelen bij passen. We gaan natuurlijk wel opnieuw kijken naar die routekaart en de maatregelen die per risiconiveau geformuleerd waren. Zijn die gegeven de vaccinatiegraad nog steeds de meest verstandige maatregelen? Ze zullen in september ook weer met een herziening komen. Maar we hebben natuurlijk heel veel geleerd ook in het afgelopen jaar. En qua IC-capaciteit, is die weer makkelijk op te schroeven? Nou, makkelijk is het niet, denk ik. Hè? Want ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe ongelooflijk groot de klus is die de ziekenhuizen nog wacht, gegeven alle inhaalzorg die er moet gebeuren. Wat je natuurlijk wel hoopt, is dat überhaupt die inhaalzorg gewoon plaats kan vinden, dat er geen zorg meer hoeft te worden uitgesteld. En dat betekent wel, nou ja, dat is een extra reden om heel alert te zijn net na de zomer op wat er weer gaat gebeuren. Want een kleine opleving in de besmettingen kunnen we ons veroorloven, maar een opleving in de ziekenhuizen kunnen we ons gewoon echt niet veroorloven. En daarom vaccineren wat we kunnen. En die dijken versterken net na de zomer. Ten aanzien van het opschalen in de zorg, ja, op zichzelf genomen. Ook daar is ervaring opgedaan met het opschalen van de zorg. Ook daar is ervaring opgedaan met het verspreiden of het spreiden van patiënten. Er is ervaring opgedaan ook met het spreiden van de inhaalzorg. Dus dat moeten we sowieso allemaal blijven doen. En uiteraard is collega Van Ark ook met de ziekenhuizen in gesprek van hoe zou je, als het onverhoopt weer mogelijk nodig zou moeten zijn, hoe zou je ook daar weer verder kunnen opschalen. Ja. Maar als ik u zo hoor, dan is de kans best aanwezig dat we weer in een lockdown-achtige situatie komen in het najaar. Nou, ik vind eigenlijk dat we echt aan onze stand verplicht zijn om dat ten koste van ongeveer alles te voorkomen. Omdat die lockdown is zo schadelijk geweest natuurlijk. Voor van alles en nog wat. Voor de economie, voor de samenleving, voor de contacten tussen mensen. Dus echt, dat virus heeft erin gehakt, maar de maatregelen net zo, minstens zo. En wat we daarom denk ik moeten doen, is gewoon op een ernstige manier omgaan met het handhaven van die anderhalve meter. Wat we daarom moeten doen, is niet doen wat we, denk ik, vorig jaar een beetje te veel hebben gedaan. Het in de zomer toch een beetje te veel hebben gerelativeerd. De ernst ook te veel hebben gerelativeerd. En dat moeten we denk ik niet doen. En ook richting het najaar, ook al zijn we in steeds hogere mate met elkaar gevaccineerd, onderschat niet wat dat virus nog kan doen. Als je naar alle onzekerheden kijkt voor het najaar, de mate van transmissieremming, de oplopende vaccinatiegraad, de homogeniteit van de vaccinatiegraad, de mutaties, al die onzekerheden. Wij kunnen allemaal niet precies voorspellen wat dat virus allemaal nog in zijn mars heeft. Konden we dat maar dat kunnen we niet. We betreden terrein dat we nog niet kennen met elkaar. En dus moeten we dat behoedzaam en voorzichtig doen en ons gewoon houden aan de afspraken die we maken. Ja. En u zei net, we leunen op twee benen, hè? Dus twee prikken. Ja. Nou komen er signalen binnen van mensen die, vooral jongeren, die vanwege heftige bijwerkingen twijfelen om hun tweede vaccinatie te gaan halen. Wordt dat op een bepaalde manier geregistreerd? Van iemand heeft er twee of iemand heeft er één? En wat wordt eraan gedaan om er toch voor te zorgen dat die mensen het wel gaan doen? Nou, we hebben natuurlijk veel verschillende inhaalacties. Kijk, als je echt hele vervelende bijwerkingen hebt, moet je gewoon bij een arts melden natuurlijk. Als je spierpijn had in je arm of een beetje koorts of een beetje hoofdpijn, moet je gewoon een flinke vent zijn of een flinke dame zijn en gewoon die tweede prik gaan halen. Want dat is echt beter dan een ernstige corona-infectie. Dus doe dat nou maar gewoon. Ja, het gaat hier om mensen die wel echt langere tijd... Exact, gewoon, dan moet je gewoon even bij een arts melden. Die kan dan met je meedenken. En als je echt maar één prik hebt, ja, dan zien we dat natuurlijk. Hè, want je ziet dan één van twee zie je dan staan in de registratie. En dus daar, die mensen, daar zullen allerlei inhaalacties ook op worden gedaan. Van wat is er aan de hand? En kom hem eens halen. Ja. ANP, aansluitend Reformatorisch Dagblad en dan meneer Astrid. U heeft een paar keer verwezen naar de gevaarlijke varianten die in het buitenland voorkomen, die ook in toenemende mate hier naartoe komen. We hebben onder meer daarvoor ook die quarantaineplicht gekregen. Ja. Werkt dat nou eigenlijk? Worden er bekeuringen uitgeschreven? Ja. Hoeveel? De eerste bekeuringen zijn opgelegd. Kijk, we hebben die quarantaineplicht pas net. Hè? Er wordt volop gehandhaafd. U moet zich voorstellen, als je uit het VK op het vliegtuig stapt, dan wordt bij boorden gekeken of je je PCR-test hebt gedaan, of je vervolgens je antigen-test hebt gedaan vlak voor boorden, dus dubbele test. En er wordt gekeken of jij je quarantaineverklaring bij je hebt, waarop dan staat waar je verblijft. En vervolgens gaat die verklaring naar een belteam, het belteam belt en ziet, ze hebben inmiddels geloof ik een paar duizend telefoontjes achter de rug, en ziet
In een paar procent van de gevallen dat iemand zich niet houdt aan de quarantaineplicht. Overigens, in de andere gevallen heb je gewoon een gesprek van lukt het een beetje, kunnen we nog helpen, et cetera. Ook belangrijk, dus de ondersteuning wordt ook geboden. Maar in een paar procent van de gevallen houden mensen zich daar niet aan. En dan wordt er een handhaver op afgestuurd. En ook dat is inmiddels gebeurd. En de eerste boetes zijn uitgedeeld, dus dat werkt en het loopt. Ja. Er was van tevoren wel wat vrees dat dat geen waterdicht systeem was. Dat belteam was tamelijk klein. Ze moeten min of meer aan de telefoon inschatten of je wel aan de quarantaineplicht houdt. Ze kunnen dat niet echt checken of zien. Hoe weet u dat dat echt werkt? Hoe weet u dat we niet massaal geflasht worden? Kijk, je moet zich voorstellen, geen enkele wettelijke maatregel heeft een 100% naleving natuurlijk. Hè. Je moet je riem omdoen in de auto. Maar als je het niet doet, dan gaat er hooguit zo'n heel irritant piepje. Maar je moet best een eind rijden voordat je daadwerkelijk wordt aangehouden. En een rood stoplicht, als je het een beetje goed uitmikt, dan kun je een rood stoplicht negeren. Kan. Je bent wel een eikel als je het doet, maar het kan wel. En je kunt ook tegen een lamp lopen, dus je kunt ook gewoon een boete krijgen. En de pakkans is denk ik heel erg belangrijk, en die pakkans is hier zeer reëel. Dat blijkt wel uit de eerste mensen die inmiddels een boete hebben gehad, dus de pakkans is hier reëel. Dus kijk, die quarantaineplicht, het eerste wat je erbij moet zeggen, het is ook gewoon een wettelijke norm. En die wettelijke norm moet je gewoon, daar moet je je gewoon aan houden. Overigens, een quarantaineadvies moet je er ook gewoon aan houden. Als de GGD zegt, ga met je kont op de bank zitten, dan ga je gewoon met je kont op de bank zitten. Die plicht, daar moet je ook gewoon aan houden. Dat is gewoon een wettelijke norm. Geldt in heel veel landen, ook in Nederland, hou je gewoon aan. En ja, als je je afvraagt, zou ik de kans kunnen hebben dat ik tegen de lamp loop? Die kans is er. Dat is gewoon een zeer gereden kans dat je tegen de lamp loopt. En u zegt, dat is voldoende om de engste varianten buiten de deur te houden. We hebben geen extra slot op de deur nodig, een vliegverbod. Nee, die dubbele testplicht, dat is voor buiten de deur. Dus dat is om de spullen buiten de deur te houden. En die quarantaineplicht is om te zorgen dat als die op Hollandse bodem komt, om hem uit te drukken. Daar is de quarantaineplicht voor, want je moet namelijk gewoon 10 dagen in quarantaine, tenzij je op de 5e dag negatief test. En dat werkt, al sinds de middeleeuwen. Isolatie werkt gewoon, dat werkt eigenlijk altijd bij infectieziekten. Dus kijk, wij wisten natuurlijk dat reizigers zijn gewoon een risico. Nou, reizigers hielden zich slecht aan de quarantaineadviezen. En dat is de reden dat we voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden zijn gekomen met de quarantaineplicht. Wilde het kabinet al heel lang, wilde de Kamer al heel lang. Althans, aanvankelijk niet zo, maar nadat ze daar wat van overtuigd raakten weer wel. En we zien dat inmiddels de handhaving ook gewoon is ingeregeld. Is die 100% waterdicht? Nee, dat is bij geen enkele regel is dat zo. Kun je tegen de lamp lopen? Ja, dus hou je er maar gewoon aan. Bericht van het Torsdag. Meneer Rutte, ik heb 3 vragen over kerken. Gelden de regels, die uitgebreide regels voor bioscopen, theaters en concertzalen, gelden die met ingang van 26 juni ook voor de kerken? Daar is het zo dat religieuze instellingen, dus kerken en andere religieuze instellingen, kunnen ook bijeenkomsten organiseren op maximaal 100% van de capaciteit, mits 1,5 meter. Dus je moet kijken hoeveel mensen kun je dan kwijt in de kerk op 1,5 meter. En die capaciteit mag je gebruiken. En ik kan u ook melden dat het zang-, schreeuw- en blaasadvies vervalt. Het was geen advies om te gaan zingen, schreeuwen of blazen. Het was het advies om dat niet te doen en dat advies vervalt. Ja, dus dat betekent dat bij ingang van 27 juni mag ook iedereen dan die in de kerk is, mag weer zingen? Ja. Ja. En ik had nog een andere vraag over die coronatoegangsbewijzen. Dat systeem, mogen daar kerken ook mee gaan werken, zodat ze dan weer volledig met alle zitplaatsen. Ik zou dat antwoord weten, maar Hugo de Jonge. Ja, ze mogen daar op zich mee gaan werken, alleen ze zitten op een andere manier in de wet. Want de overheid kan natuurlijk nooit kerken aanwijzen en kerken machtigen om dat verplicht te vragen aan de mensen die daar binnenkomen. Dus daar gaan kerken echt helemaal zelf over. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet gaat werken. Een vaccinatiebewijs vragen voordat je de kerk in gaat stappen. Het is op vrijwillige basis is het niet verboden om het te doen. Wij kunnen kerken niet aanwijzen om daarvan gebruik te maken. Zo werkt het niet. Dank u wel. Nederlands Dagblad. Ik heb eerst even een kort vraagje. Ik denk aan meneer De Jonge. Die gratis test voor vakantie. Geldt dat ook als je wel volledig bent gevaccineerd, maar nog niet 2 weken geleden? Ja. Okay. Dan over die 1,5 meter maatregel. Ik weet niet aan welke van de stel hem, dan gaan wij kijken. Mooi. We moeten, dat benadrukken jullie hoe enorm belangrijk dat is. En dat je de ernst daarvan niet moet relativeren, zoals misschien vorig jaar zomerwijs is gebeurd.
Er werd al even eerder naar gevraagd en ik wil ook niet heel cynisch zijn, maar is het niet toch een heel klein beetje naïef? Ik weet niet, meneer Rutte, hoe u hier naartoe bent gekomen. Als u uit het torentje bent gelopen, heeft u gezien dat het op terrassen die regel al niet meer bestaat? Ja, dat zal in heel veel kantoren, supermarkten, andere winkels, als je binnen voetbal gaat kijken met mensen, zal dat ook niet gelden. Dat geldt dan wel, maar ja, de handhaving. Kijk, weet je, het is heel simpel. We doen het met z'n allen. En ik zie ook heus wel dat het soms niet gebeurt. Maar ik vind tegelijkertijd, als ik door de stad fiets afgelopen, nou niet afgelopen, maar die weekend daarvoor, en je ziet die mensen in de rij staan bij de Primark, of heet al die winkels in het Haagse Centrum, al die mooie grote warenhuizen. En mensen aan het wachten om naar binnen te kunnen, omdat maar eenmaal de capaciteit beperkt is. Mensen staan daar in die rijen echt netjes op 1,5 meter. Ik vind dat ze dat, en dat doet ook het winkelpersoneel heel netjes. Ik moet zeggen, op de Grote Markt, waar ik dan regelmatig een koffie drink, vind ik toch gemiddeld genomen dat mensen zich daar goed aan houden. En dat zal ook wel eens misgaan. Weet je, dat is dan niet goed. En mijn oproep aan iedereen is, hou je eraan. Want het is het meest effectieve. Naast je handen wassen en testen bij klachten. En daarom zit hij in de 3 hoofdadviezen. Om dat virus onder controle te houden. Maar het is vorig jaar dus misgegaan eigenlijk. Hoe mensen zich eraan hebben gehouden. Er is wel een verschil met vorig jaar. Is dat we nu veel grotere vaccinatiegraad hebben. Maar er is nog steeds een behoorlijk risico. Dat je niet weet hoe hoog die precies opbouwt. Hoe homogeen die is. Of er nieuwe varianten komen. Of je met gevaccineerd zijn misschien niet zelf ziek wordt. Maar misschien nog een ander ziek zou kunnen maken. Om al die redenen. We zijn nog steeds veel mensen in de ziekenhuizen liggen. Er moet heel veel zorg worden ingehaald. Er liggen toch nog steeds meer dan 200 mensen op de intensive care. Dat lijkt nu laag. Maar ik weet nog begin april vorig jaar, toen we over die 200 heen gingen, dat we echt allemaal zaten. Maar goed, dat was natuurlijk een stijgende lijn, nu gelukkig dalend. Maar het is nog steeds veel. Er moet heel veel gebeuren nog in de ziekenhuizen voor mensen die... Dus even solidair met z'n allen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Hoort dit er ook gewoon bij? Dus ik ben heel blij dat u die vraag stelt. Ik hoop dat er veel mensen kijken. Maar ja, weet je, ik kan niet met eentje in de samenleving zeggen, oh, die 1,5 meter. Je moet het wel met z'n allen doen. Maar u heeft er vertrouwen in? Dat ik heb vertrouwen in de wijsheid van de Nederlander. En als er echt excessen zijn, handhaven. Ik geloof dat we aan het eind van deze persconferentie zijn. Dank voor uw aandacht. Heel veel dank. Fijne avond. Dankjewel.